van de commissaris van de Koning en van de burgemeester. Stuk nummer 33.239. Ik heet de initiatiefnemer. Zijn rechterhand in deze, meneer Sneller. En de minister van Binnenlandse Zaken, die als toehoorder hierbij aanwezig is, van harte welkom. Wij gaan ons vandaag beperken tot de eerste termijn van de zijde van de Kamer. En ik geef als eerste spreker het woord aan de heer Bisschop van de SGP. Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag beginnen met de heer Schouw voor de derde keer geluk te wensen met zijn wetgevende arbeid. En het resultaat wat nu op tafel ligt, waar wij vandaag de eerste termijn over hebben. Voorzitter, de heer Schouw heeft zich ingezet voor een theoretische exercitie met als centrale vraag: moet de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester in de grondwet of in de gewone wet geregeld worden? Hij wil die discussie volledig loskoppelen van de discussie over de vraag wat de meest gewenste aanstellingswijze is. Het blijft daarmee dus een abstracte discussie die niet daadwerkelijk ingaat op eventuele problemen rond de aanstelling van burgemeesters, CQ-CDK's. Het is een gemis dat de indiener in zijn antwoord die vragen eigenlijk gewoon uit de weg gaat. Voor de SGP is het dan ook erg lastig om dit wetsvoorstel los te zien van de politieke wensen van D66. Zogezegd hun kroonjuwelen of een van de kroonjuwelen, om eenvoudig de weg vrij te maken voor een andere benoemingsprocedure. Intussen weet natuurlijk iedereen, ook wie een leek is in de politieke verhoudingen, dat D66 de kroonbenoeming wil afschaffen. Dat is een positie waar je voor kunt kiezen, maar dan moet je ook daarover de discussie voeren en het naar ons oordeel niet krampachtig scheiden van wat niet echt te scheiden valt. Je hoeft alleen maar kennis te nemen van de parlementaire geschiedenis bij eerdere voorstellen over dit thema. Maar zelfs als je toch probeert die twee zaken te scheiden, dan zijn er toch zeker zinvolle argumenten voor het in de grondwet opnemen van de benoeming van de aanstellingswijze van de burgemeester en van de commissaris van de Koning. De grondwet is het juridisch staatsrechtelijke basisdocument voor Nederland, voor de Nederlandse staatsinrichting. Daarin zijn de grondcontouren vastgelegd van ons staatkundig bestel. In een gewone wet kan er dan een nadere invulling aangegeven worden. De heer Schouw kiest er nu eigenlijk voor om niet in de grondwet de wijze van aanstelling van de burgemeester, die een aparte en zelfstandige bevoegdheid heeft, niet langer te regelen. Daarmee ontstaat de situatie dat voor de gemeenteraad en provinciale staten precies bepaald wordt dat zij eens in de 4 jaar gekozen worden. Voor de burgemeester en de commissaris wordt dan alleen gesproken over hun bestaan, zonder dat duidelijk wordt hoe zij tot hun functie komen, door verkiezing, benoeming of anderszins. De aanstellingswijze is ook niet los te zien van de andere lokale provinciale organen. Het gaat dus om meer dan alleen de enkele vraag of benoeming of verkiezing wenselijk is. Verandering van de benoemingswijze heeft hoe dan ook invloed op de lokale en provinciale politieke en bestuurlijke verhoudingen. Daar komt nog bij, voorzitter, dat de burgemeester en de commissaris gebaat zijn bij een stevige positie verankerd in de grondwet, naar het oordeel van de SGP. Zij hebben ook hun taken ten opzichte van het Rijk. Het is een goede zaak dat dan ook niet te gemakkelijk gesleuteld kan worden aan de wijze van benoeming. Daar vraagt ook de afdeling advisering van de Raad van State aandacht voor. Ik onderstreep dat nog maar eens. Naar onze mening is dit thema een wezenlijk onderdeel van het constitutionele recht dat als zodanig het waard is om grondwettelijk beschermd te worden, te blijven. De koninklijke weg om te bereiken wat D66 wil, is in de grondwet een nieuwe aanstellingswijze voor burgemeesters en commissarissen der Koning vast te leggen. Voorzitter, concluderend heeft de SGP geen goede argumenten kunnen ontdekken die noodzaken tot het deconstitutionaliseren van commissaris der Koning en de burgemeester. Omdat wij ook geen inhoudelijk goede argumenten zien voor een andere aanstellingswijze dan de burgemeester, van de burgemeester zullen wij geen steun verlenen aan dit voorstel. Voorzitter, om het geheel af te ronden. Eerlijk gezegd, bij de bestudering van dit dossier bekroop me af en toe het idee dat ik in een bepaalde roman zat te lezen. Een roman geschreven door Miguel de Cervantes.
getiteld Don Quixote. En met name de episode waarin Don Quixote zijn knecht Sancho Panza oproept om krachtdadig tegen de windmolens ten strijde te trekken, doemde voortdurend voor mijn geestesoog op. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Bisschop. Dan geef ik het woord aan de heer Zegers van de ChristenUnie. Dank mevrouw de voorzitter. En ook ik wil de heer Schouw complimenteren met het indienen van het wetsvoorstel en ook met de volhardendheid waarmee hij dit aangelegen D66-punt aan de orde stelt en hier in het debat inbrengt. Wat niet direct betekent dat wij met de inhoud van het voorstel eens zijn. Dit wetsvoorstel kun je als droge procedure zien. De benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning wordt op dit moment in de grondwet geregeld. En wel zo dat deze benoeming bij koninklijk besluit dient plaats te vinden. Het voorstel van de heer Schouw haalt de benoemingswijze uit de grondwet en wil dat voortaan door regels bij wet regelen. En daarmee is dit niet zomaar een wijziging. En het is uiteindelijk dus geen procedurele kwestie, maar een zaak van waardering van zowel de grondwet als de taken van burgemeester en commissaris. Eigenlijk benoem ik daarmee mijn hoofdvraag ook voor dit debat. Wat is volgens de indiener nu het belangrijkste doel van de wijziging van deze wet? In het vervolg zal na aanneming van dit voorstel de benoemingswijze bij eenvoudige meerderheid te wijzigen zijn. En dat kan de ChristenUnie niet steunen. Om meerdere redenen. Allereerst vanwege de taken van burgemeester en commissaris van de Koning. Ze hebben een eigen functie, een onafhankelijke functie in ons staatsbestel. Ze zijn ook rijksorgaan. De burgemeester kan bijvoorbeeld besluiten van de gemeente die in strijd zijn met de wet voordragen ter schorsing of vernietiging. En die eigenstandige positie verdient in lijn met andere ambten een eigen plek in de grondwet. En naast de staatsrechtelijke betekenis van het ambt vindt de ChristenUnie-fractie het niet passend om juist bij deze ambten een situatie te creëren waardoor de wijze van aanstelling met enige regelmaat wisselt. Deze wijziging heeft dat tot gevolg, maar die consequenties zijn verder geen onderwerp van de beraadslaging. En dat wringt. Voorzitter, ik heb bovendien vragen bij de onderbouwing van de indiener om juist dit punt uit de grondwet te kiezen. Hij wijst naar het sobere karakter van de grondwet, maar geeft vervolgens niet echt thuis als er door fracties naar andere artikelen in de grondwet wordt gevraagd. Artikelen die dan ook eveneens tot in aanmerking zouden kunnen komen om eruit gehaald te worden. Kersenplukken van grondwetartikelen is niet de gewenste manier om de gewenste versobering dichterbij te brengen. Bovendien is het huidige wetsartikel eigenlijk uitsober. Wijziging ligt alleen voor de hand als je het ermee oneens bent. Nou, nu valt in het verkiezingsprogramma van D66 klip en klaar te lezen dat de partij van de heer Schouw voor gekozen bestuurders is. En dan kan ik toch niet anders concluderen dan dat het flanglijstje van de heer Schouw ook steeds, dat op dat flanglijstje van de heer Schouw ook steeds de gekozen burgemeester en commissaris staat. En dat deconstitutionalisering van deze benoemingen daartoe de eerste stap is. Of neemt hij afstand van zijn partijprogramma? In alle stukken bij dit wetsvoorstel wil hij de procedure en voorkeur voor wijze van benoeming los zien van elkaar. Maar ik denk dat we geen verstoppertje moeten spelen. En het uiteindelijke doel van deze exercitie lijkt mij ook helder. Het is duidelijk wat de politieke agenda van de indiener is. Daar heeft hij het volle recht op. Maar het is wel zo transparant om daar dan ook in dit stadium helder over te zijn. Voorzitter, ik zie uit naar de beantwoording. Maar de inzet van onze fractie mag helder zijn. Dank u. Dank u wel, meneer Zegers. Dan geef ik het woord aan meneer Van Raak van de SP. Toen ik dit voorstel bestudeerde, moest ik terugdenken aan maart 2005. Ik was toen lid van de Eerste Kamer. En daar hebben wij een soortgelijk voorstel toen tegengehouden. Samen met de heer Platvoet van GroenLinks en de heer Van Tijn van de Partij van de Arbeid in de, wat later is genoemd, de nacht van Van Tijn. En de reden was niet omdat de SP per se de benoemingswijze van de burgemeester en de commissaris in de grondwet wil. Integendeel, wij sluiten ons aan bij de bedenkingen die ook Thorbecke destijds had. Is dit een constitutionele aangelegenheid? Maar waar wij toen hele grote bezwaren tegen hadden, was de koppelverkoop. Met de rechtstreeks gekozen burgemeester, die was opgenomen in het regeerakkoord,
van D66, CDA en VVD. Wij vonden wel dat de benoemingswijze van de burgemeester niet onderwerp moest zijn van uitruil en koppelverkoop. En ik heb die avond ook veel CDA en VVD-senatoren gesproken, maar bijzonder weinig senatoren gesproken die voor de rechtstreeks gekozen burgemeester waren. En omdat deze deconstitutionalisering van de benoemingswijze van de burgemeester toen in rechtstreeks verband stond met de rechtstreeks gekozen burgemeester, heb ik daar toen tegen gestemd. Ik ben tegen een rechtstreeks gekozen burgemeester omdat ik voor één kapitein ben op een schip. En als ik kies voor een kapitein ben ik voor het parlement en niet voor de persoon. Daarom ben ik wel heel erg blij en daar wil ik de heer Schouw ook hartelijk voor danken dat hij het voorstel nu opnieuw op tafel legt. En ook nadrukkelijk zegt dat deze deconstitutionalisering van de benoeming van de burgemeester en de commissaris niet onderdeel is van een koppelverkoop, niet onderdeel is van een uitruil, maar de start van een serieuze discussie. En die discussie zullen wij dan ook aangaan met de heer Schouw en met al die anderen. En volgens mij is het goed om daarbij aan te sluiten bij een organische praktijk die is gegroeid. Namelijk, ooit was de burgemeester werd benoemd door de kroon om van zijn rijkswegen wat grip te houden op de gemeentes. Nu zie je dat die gemeenten, de gemeenteraden, veel meer zijn geëmancipeerd. En we hebben het ook zo geregeld, binnen de huidige grenzen van de grondwet, dat de gemeenteraad een voorstel doet aan de minister, aan de kroon, en die persoon in principe altijd benoemd wordt. Dat is een wijze manier van doen, die aansluit, denk ik, bij de huidige bestuurlijke verhoudingen. Maar dat is ook wel een manier van doen die wel de grenzen opzoekt van onze grondwet. Omdat de grondwetgever het zo niet, denk ik, niet bedoeld heeft. We kunnen het niet allemaal navragen, maar zo had de grondwetgever het niet bedoeld. Dus daarom vind ik het ook heel netjes dat de heer Schouwen zegt van laten we het dan goed regelen. Laten we dan nu de benoemingswijze van de burgemeester en de commissaris uit de grondwet halen. Laten we dat debat voeren. En de inzet van de SP zal zijn om de huidige praktijk, waarbij de gemeenteraad de burgemeester kiest, dan ook constitutioneel te verankeren. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Raak. Dan geef ik het woord aan de heer Pechtold van D66. Voorzitter, ik merk al dat iedereen zo zijn persoonlijke herinneringen heeft aan de geschiedenis van dit wetsvoorstel. De nacht waar de heer Van Raak over sprak, leverde mij een week later ministerschap op en een eerste bezoek aan de koningin. Hoe symbolisch dat ik vanochtend mijn eerste bezoek aan de koning bracht. Voorzitter, ik begin met complimenten voor de heer Schouw. Het is altijd een bijzonder moment wanneer een fractiegenoot een belangwekkend voorstel verdedigt. En voorzitter, de vraag die vandaag voorligt is de volgende. Hoort de aanstellingswijze van de burgemeester en de commissaris van de koning thuis in de grondwet of in de gewone wet? En dat lijkt op het eerste gezicht niet al te spannend. Misschien zelfs eerder een recept voor staatsrechtelijke haarkloverij. Toch heeft dit onderwerp de afgelopen 165 jaar de gemoederen in de Tweede en Eerste Kamer meermaals hoog op laten lopen. Het was de liberaal Thorbecke die in 1848 al vond dat de aanstelling van burgemeesters niet in de grondwet thuis hoorde. Maar de regering besloot anders. Staatscommissies in 1887, 1922, 1971, 1993 en 2000 stelden voor deze regeling in een gewone wet te plaatsen. Staatsrechtgeleerden en bekende figuren van alle politieke gezinten steunden deze opvatting. Maar er veranderde nooit iets. Tot er in 2005 in de Kamer brede overeenstemming leek. Een voorstel, vergelijkbaar met dat van collega Schouw, lag in de Eerste Kamer voor de tweede lezing.
De laatste hoorde om de grondwet te kunnen wijzigen. Op het allerlaatste moment sneuvelde het voorstel omdat enkele partijen die eigenlijk voor waren, toch tegenstemden. U ziet, voorzitter, ook toen al was die Eerste Kamer gewoon een politieke kamer. Voorzitter, de positie van D66 is duidelijk. Wat ons betreft hoort de aanstellingswijze van de burgemeester en de commissaris van de Koning in een gewone wet. Drie argumenten zijn hierbij doorslaggevend. Het zijn de argumenten die mijn voorgangers Scheltema de Nie en Van der Ham ook al onder de aandacht hebben gebracht. De eerste is de overtuiging dat de grondwet een sober karakter moet hebben. Alleen principiële en beschermingswaardige zaken, zoals onze grondrechten, horen erin te staan. En voorzitter, de aanstellingswijze van de burgemeester valt daar wat ons betreft niet onder. Ten tweede is vrijwel de gehele organisatie van provincies en gemeenten in een gewone wet geregeld. En dan hoort ook de aanstelling van de belangrijkste functionarissen wat ons betreft daar thuis. Zeker nu de burgemeester en commissaris van de Koning steeds minder rijksorgaan zijn en steeds meer vertegenwoordiger van gemeente en provincie. Voorzitter, het derde argument is de noodzaak in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. De kroonbenoeming werd ingevoerd door Napoleon en zijn broer Lodewijk Napoleon. Zij wilden een steviger vinger in de pap houden bij de benoeming van de burgemeesters. Toen Nederland een koninkrijk werd, besloot koning Willem I de regeling te handhaven en uit te breiden naar alle gemeenten. Maar de afgelopen 200 jaar is het nodige veranderd. Het werk van burgemeesters en commissarissen, de taken van gemeenten en provincies, denk bijvoorbeeld aan alle decentralisaties, en niet te vergeten de wereld om ons heen. Maar de bestaande regeling blijkt elke keer opnieuw een blokkade om in te kunnen spelen op die veranderende omstandigheden. En voorzitter, dat moet anders. Een van die veranderingen is het dualisme. Kan de indiener aangeven hoe zijn voorstel past in het licht van de ervaringen met dat dualisme? Voorzitter, de geschiedenis van het openbaar bestuur in Nederland leert ons in ieder geval één ding. Het heeft de opmerkelijke eigenschap dat het zelden de eigen systeemfouten weet te corrigeren. Mijn fractie is ervan overtuigd dat we deze traditie ditmaal wel kunnen en zullen doorbreken. Voorzitter, de indiener wenst zich niet uit te spreken over een toekomstperspectief. En dat is begrijpelijk. Ik doe dat echter wel. De D66-fractie ziet de deconstitutionalisering als een eerste stap naar de direct gekozen burgemeester en een direct gekozen commissaris van de Koning. Dat zou de kroon zijn op de gemeentelijke en de provinciale democratie. En dat zullen we dan ook van harte steunen. Voorzitter, tot slot. Het kabinet heeft dit voorstel omarmd in het regeerakkoord. Maar opnieuw is de oppositie nodig om het regeerakkoord uit te voeren. En u zult begrijpen dat wij in dit geval graag helpen. Nu de investeringen in het onderwijs nog. Dank u wel. Dank u wel, meneer Pechtold. Dan geef ik het woord aan de heer Klein van 50+. Mevrouw de voorzitter, allereerst dank ik de initiatiefnemer voor het initiatief en ik complimenteer hem graag met zijn inbreng. En ook gelijktijdig moet ik onze excuses aanbieden dat wij geen inbreng hebben kunnen leveren bij het schriftelijk verslag. Dat had wat capaciteitsachtergronden en niet het belang van het onderwerp. Een tussenstap, zo zou de fractie 50+ deze grondwetswijziging willen aanduiden. Een tussenstap om te komen tot een democratisering van het historisch verklaarbare, maar democratisch merkwaardig figuur van de benoemde burgemeester en commissaris van de Koning. Door straks de aanstelling volgens regels bij wet te laten plaatsvinden, wordt het mogelijk om op een zorgvuldige en bij de tijdse wijze het democratiseringsproces te realiseren. De wijze van benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koningin is al vele jaren onderwerp van discussie.
Ook tijdens mijn staatsrechtsstudie was het al een levendig onderwerp van discussie en niet een onrechte. In het dagelijks bestuur van een gemeente of provincie is de burgemeester of de CDK zonder democratische legitimatie wel stemgerechtigd in het college van BMW en het college van GS. Bestaande praktijken om voor de benoeming allerlei bindende, niet bindende consultatierondes te verzinnen zijn wat ons betreft schijnoplossingen. Schijnoplossingen omdat ten principale de kroonbenoeming blijft bestaan. De parlementaire geschiedenis over het al dan niet benoemen bij koninklijk besluit leert ons evenwel dat de stap om grondwettelijk de democratisering van beide ambtsdragers te regelen een brug te ver is. Voorstellen daartoe zijn immers vaak vroegtijdig gestrand. Daarom is in onze visie dit voorstel een goede tussenstap. Aan de indiener hebben wij nog een tweetal vragen. Dus ten eerste is eigenlijk de vraag of het überhaupt het artikel 131 van de grondwet nodig is. Ons openbaar bestuur kent in de grondwet naast de provincie en de gemeente in artikel 133 ook de waterschappen. Over de benoemingsprocedure van de voorzitter van een waterschap regelt de grondwet helemaal niets. Dit is in de waterschapswet geregeld. Maar diezelfde soort bepaling als artikel 46 van de waterschapswet dat de voorzitter bij koninklijk besluit benoemd wordt, eenzelfde soort bepaling staat ook in artikel 61 provinciewet en artikel 61 van de gemeentewet. Dus daarin wordt op dezelfde manier aangegeven dat de benoeming van de voorzitter plaatsvindt bij koninklijk besluit. Aan de huidige praktijk zal ook na de huidige grondwetswijziging niks afdoen totdat daadwerkelijk de provinciewet of de gemeentewet gewijzigd zullen worden en een analoog wellicht ook de waterschapswet. Waarom kan de wettelijke regeling van de burgemeester en de CDK voor de provincies en de gemeenten niet analoog aan de waterschappen geregeld worden? Zou het dan dus eigenlijk een voorstel tot het schrappen van het onderhavige grondwetartikel niet meer in de reden liggen? En kan de wetgever, de indiener, hier nader op ingaan? Ten tweede, de door de vijf door de indiener genoemde argumenten zijn verschillend van aard. En dan verwijs ik naar de memorie van toelichting, namelijk staatsrechtelijk en al dan niet vermeend maatschappelijk. De Raad van State heeft hier ook op gewezen en het zou goed zijn om een zelfstandig dragende motivering, met name op het staatsrechtelijke deel, goed aan te geven en kan de indiener hier nader op ingaan om daarmee het draagvlak voor deze grondwetswijziging te vergroten. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Taverne van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, graag maak ik namens de leden van de fractie van de VVD, collega Schouw, complimenten voor het voorliggende initiatiefwetsvoorstel. Een wetsvoorstel ter wijziging van de grondwet bovendien, dus extra belangrijk en gewichtig. En dat in het debat tot nu toe niet alleen door de vertegenwoordiger van de fractie van D66, maar ook vertegenwoordiger van de fractie van de Socialistische Partij is gerefereerd aan Thorbecke, onderstreept het belang van het onderwerp. Het uit de grondwet verwijderen van de wijze van aanstelling van de commissaris van de koning en de burgemeester kent een lange geschiedenis, het is al eerder gezegd. Een geschiedenis die, zoals de indiener van het voorstel waarover wij vandaag spreken, in de memorie van toelichting terecht opmerkt, teruggaat tot 1848. Een geschiedenis waarin met regelmaat overeenstemming leek te bestaan dat het niet nodig is de precieze wijze waarop de commissaris van de koning en de burgemeester worden benoemd in de grondwet te laten staan. Maar ook een geschiedenis waarin desondanks nooit tot een grondwetswijziging is gekomen die de eindstreep haalde. De VVD-fractie spreekt de hoop en de verwachting uit dat het voorliggende voorstel een ander lot beschoren zal zijn. Want de VVD-fractie is van mening dat de door de indiener van het voorliggende wetsvoorstel gemaakte keuze, inhoudende dat de positie van de commissaris van de koning en de burgemeester in de grondwet blijven verankerd, maar dat over de wijze van benoeming door de gewone wetgever kan worden besloten, een juiste is. En om die reden zal mijn fractie het wetsvoorstel steunen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Taverne. Dan geef ik het woord aan de heer Heijnen van de Partij van de Arbeid. Dank, voorzitter. Ook namens de fractie van de Partij van de Arbeid dank aan de initiatiefnemer.
En in het rijtje persoonlijke herinneringen aan maart 2005 voeg ik graag toe dat ik nadat het misging in de Eerste Kamer kon stoppen na te denken wie namens de Partij van de Arbeid het zou moeten opnemen tegen de zeer gewaardeerde burgemeester Deetman in april 2006. Want dat was de consequentie geweest van het wel aannemen van dat wetsvoorstel in maart 2005. Dus je zult begrijpen dat dat ook voor mij persoonlijk een hele opluchting was. Voorzitter, ik ben de initiatiefnemer dankbaar voor het releveren van de geschiedenis van de discussie over de aanstellingswijze van de burgemeester en de CDK. Ik wil onderstrepen, dat staat niet in het voorstel, maar het is onder andere ook door de heer Pechtold naar voren gebracht, dat het ambt van burgemeester zeker de laatste 20, 25 jaar ingrijpend is veranderd. Het belang van de functie is toegenomen. En ook de dualisering speelt daar de afgelopen jaren een belangrijke rol bij. Voorzitter van de Raad, voorzitter van het college, apart bestuursorgaan, heel veel taken op het gebied van openbare orde en veiligheid, bevoegdheden op basis van uiteenlopende wetgeving erbij gekregen en in een tijdsgevricht waarin politiek toch vaak meer gepersonaliseerd wordt, echt de belangrijkste politicus-bestuurder voor lokale gemeenschappen. Voorzitter, de aanstellingswijze van een burgemeester moet tegen het licht gehouden kunnen worden, gelet op de veranderingen in de functie van burgemeester. Die is niet constant gebleven sinds Thorbecke. Het feit dat de aanstellingswijze nu in de grondwet is opgenomen zoals dat is opgenomen, beperkt de mogelijkheden om die aanstellingswijze meer in overeenstemming te brengen met de ontwikkelingen van het burgemeestersambt. Daarom zijn wij voor het deconstitutionaliseren. Voorzitter, daarmee zijn we er echter niet. Want hoe richten we nou dat proces in na aanvaarding, hopelijk, van dit wetsvoorstel in de Staten-Generaal? En daar is mijn vraag aan de initiatiefnemer opgericht. Hoe stelt de initiatiefnemer zich dat voor? En ik heb eigenlijk ook een vraag aan de minister. Is de minister bereid om, nadat dit voorstel is aanvaard door de Staten-Generaal, ja, iets meer gefundeerd dan ik nu kan en doe in die korte tijd, te laten kijken naar de ontwikkeling van het burgemeestersambt? Te kijken ook naar hoe het misgaat bij herbenoemingen. Hoe het zit met de match tussen de verwachtingen van gemeenteraden, burgers en de positie van de burgemeesters. En of en in hoeverre daaruit aanbevelingen af te leiden zijn voor een andere aanstellingswijze dan we nu in de praktijk al hebben. Mogelijk, het hoeft niet. Maar die wenselijkheid, noodzaak, die moet worden onderzocht wat de Partij van de Arbeid betreft. Dus dat waren mijn vragen, respectievelijk aan de initiatiefnemer en aan de minister. En nu heeft meneer Van Raak nog een vraag aan u. Gaat uw gang, meneer Van Raak. Ja, want wat is eigenlijk de opvatting van de PvdA over de aanstellingswijze van de burgemeester? Ja, zoals we er nu tegenaan kijken, en meen ik ook in achtereenvolgende programma's is opgenomen, is dat de gemeenteraad gelijkertijd of onmiddellijk volgend op de gemeenteraadsverkiezingen uit haar midden de burgemeester kiest. Dus dat is het uitgangspunt. Maar zoals ik ook anderen oproep om na te denken over de positie van de burgemeester in het licht van ontwikkelingen, dan moet ik dat ook voor wat betreft mijn partij met de harte nemen. En dat zullen we ook doen. Wij gaan die discussie open in. En we zouden willen dat daar bijvoorbeeld een werkgroep van de Staten-Generaal, Eerste en Tweede Kamer, na omkomst van dit wetsvoorstel is, samen onderzoekt of er een verbetering mogelijk is van de aanstellingswijze om daar dan vervolgens de wetgeving op aan te passen. Meneer Van Raak. Als laatste, dat lijkt me nou. Nee, zullen we eerst afspreken dat de politieke partijen zich uitspreken? Dus ik ben blij dat de heer Heijnen zich uitspreekt. Ik ben ook blij met de uitkomst, voorlopige uitkomst. Maar laten we toch eerst als politieke partijen zelf een standpunt bepalen in plaats van dat we weer allerlei commissies gaan maken. Voorzitter, het probleem is nu juist dat politieke partijen hun standpunt al heel lang op dit onderwerp redelijk stevig hebben. En waar we op zoek moeten, dat is naar het overbruggen
van die standpunten ten einde een 2/3 meerderheid te krijgen voor bijvoorbeeld het deconstitutionaliseren van de burgemeestersaanstelling in tweede termijn. En ik denk, om dat mogelijk te maken, dat het wijs is om min of meer objectief te laten kijken naar de ontwikkelingen van de functie van het burgemeesterschap, 1. En 2, een proces in te richten waar je bij voorbaat en de Eerste Kamer en de Tweede Kamer meeneemt in het nadenken over hoe het anders zou kunnen of moeten. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik als laatste spreker het woord aan mevrouw van Torenburg van het CDA. Nou, mevrouw de voorzitter, op zo'n laatste vergaderdag is het toch wel weer heerlijk dat we nu een soort rust hebben om over dit onderwerp te spreken. Want meestal is zo'n laatste dag een dag van allerlei haastige gekkigheid. En ineens bespreken we hier een voorstel wat al ruim, al voor 2001 speelde. Dus wat hebben we ineens een wezenlijk onderwerp te pakken? En dat gaan we zomaar eens even rustig bediscussiëren vandaag. Want mevrouw de voorzitter, wat de CDA-fractie betreft, wij onderkennen dat binnen die wettelijke kaders van die kroonbenoeming al wel een aantal veranderingen zijn doorgevoerd in de procedure van de benoeming van commissarissen van de Koning en burgemeesters. En op beperkte schaal is daar ook al wel mee geëxperimenteerd. En die discussie over het ambt van de burgemeester en van de commissaris van de Koning, die discussie is eigenlijk vaak beperkt gebleven tot die aanstellingswijze. En wij zouden nou eigenlijk wel van de initiatiefnemer willen weten hoe hij er nu aan wil bijdragen dat het dat discussie over die aanstellingswijze nou eens overstijgt en we echt serieus verder kunnen spreken over de verbreding en de verdieping van die discussie over het ambt, over de taken en de bevoegdheden van de burgemeester en de commissaris van de Koning. Want iedere keer spreken we over hoe treedt hij aan, maar het gaat er eigenlijk om wat doet hij en hoe doet hij het. Die regeling van aanstelling bij gewone wet zal uiteindelijk wel een aantal experimenten uitlokken, mogelijkheden geven. En in het verslag, het schriftelijk stukje voordat wij hier vandaag over spreken, hebben wij daar ook vragen over gesteld. Hoe bijvoorbeeld die ruimte voor experimenten zich nou verhoudt tot die gewenste bestendigheid in het openbaar bestuur. De initiatiefnemer stelt zich voor dat niet in één keer een alomvattende nieuwe regeling zal komen, maar dat in eerst beperkte mate ruimte wordt geschapen voor een andere aanstellingswijze dan die kroonbenoeming. En daar laat de initiatiefnemer zich weer zien als een optimist. Want hij zegt, het is zeer wel mogelijk dat die discussie dan zal leiden tot een brede consensus over de aanstellingswijze van de burgemeester en de commissaris van de Koning, die vele jaren stand zal houden. En dan zouden wij natuurlijk wel graag willen weten, waarop is die blijmoedigheid gebaseerd? Wij zijn van mening dat die aanstellingswijze van de burgemeester onderdeel is van een brede visie op het ambt. En hoe verhoudt dat zich nu tot de experimenteerruimte die de initiatiefnemer zich voorstelt? Mevrouw de voorzitter, de initiatiefnemer suggereert dat het voorliggende wetsvoorstel niet meer is dan een voorstel over de staatsrechtelijk zuivere taakverdeling tussen de grondwetgever en de gewone wetgever. Daar wordt deze eenvoudige jurist natuurlijk al helemaal blij van. Maar, voorzitter, onderkent hij als verklaarde voorstander van de rechtstreeks gekozen burgemeester dat hij op dat punt niet een beetje de schijn tegen heeft? Was het daarom niet nog overtuigender geweest als hij het voorstel gezamenlijk had ingediend met een voorstander van een kroonbenoeming? Die vraag willen wij graag beantwoord zien. U gaat het horen na het reces. Dit was de laatste spreker. En daarmee is er een einde gekomen aan de eerste termijn van de zijde van de Kamer. De initiatiefnemer heeft aangegeven een tijdje te willen nadenken over de antwoorden die hij wil gaan geven. En daarom schors ik deze beraadslaging tot een nader te bepalen moment. En ik schors de vergadering tot 4:30.